Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending. Deze week de tweede showtime, want ik had maandag natuurlijk al allemaal nieuwe dingen laten zien. Maar er is nog veel meer leuks bij ons binnengekomen, dus vanmiddag laat ik gewoon weer een groot gedeelte zien. En ik zou eigenlijk gaan knutselen vanmiddag, maar ik kreeg gewoon helemaal niks voorbereid. Dat ging me niet lukken. En ik hoefde hier verder niet wat aan voor te bereiden. Dus ik denk, nou weet je wat, dan doen we gewoon een showtime. En al met al is het zoveel geworden dat ik denk ik wel ruim een uur kan vullen. Als ik het al ga redden in een uur, laten we het daarover zeggen. Even kijken, ik moet even alles goed zetten en delen. En dan gaan we straks van start. Nou, als ik jullie was, zou ik gewoon de oogkleppen opdoen. Want het is echt te mooi. Maar goed, dat zeg ik elke keer. Ik begin als eerste even om iets te laten zien van creppapier. Nou, creppapier, jullie weten, Mia de Rauw die heeft daar al diverse mooie voorbeelden mee in onze groep geplaatst. En wij hebben sinds kort hebben wij ook het... het creppapier van het merk van Lia Griffith. En dat is ontzettend mooi creppapier. En daarvan hebben wij nu ook wat pakketjes. En dit zijn eigenlijk in principe kant-en-klare pakketjes. En daar zit een videotutorial bij. Dus er zit een link bij. Nou, we hebben drie verschillende pakketjes. We hebben onder andere de Icelandic Poppy. De Daffodil en de Ranunkels. Oh, nu ben ik het vergeten. Onze collega Gerdy die heeft hier ook al voorbeelden meegemaakt. En die liggen dus nog netjes beneden. Jammer dat ik die niet heb. Maar goed. Ik kan ze niet zo snel naar boven toveren. Wat zit er onder andere in zo'n pakket? Dit is bijvoorbeeld die van de lelies. Daarin zit van dat mooie flower tape. Daarin zitten dus de ijzeren draadjes. En daarin zit natuurlijk ook dat hele mooie creppapier van Lia Griffith. Zit ruim voldoende zit er in die pakketjes in. En wat zit er nog meer bij? Er zit dus een beschrijving bij. Een patroon. Hoe het werkt. En je kan dus... Op de site van Lia Griffith kan je helemaal een videotutorial vinden hoe deze kit dus werkt. Wat je verder nog nodig bent is dus een lijmpistool, wat draad, een naald en een schaar. Dus dan kan je van die leuke narcissen maken en er zijn dus allemaal verschillende pakketjes. Wij hebben nu drie verschillende pakketjes. Prijzen zijn wat wisselend. Deze is €25,95. Even kijken, deze is ook €25,95. Daar zitten de bolletjes bij in die je ook nodig bent. En hierin zitten ook bolletjes, ook het draad. En die bolletjes die gebruik je dan weer in het midden. Dus dat zijn de pakketjes voor het maken van bloemen. Wil je de bloemetjes gewoon kant-en-klaar? Er waren ook weer nieuwe bloemetjes van... het merk Little Birdie bij ons binnengekomen. En het zijn weer ontzettend leuke. We hebben onder andere mooie ivoorkleurige bloemetjes met een kraaltje in het midden. Zijn ook leuk geprijsd voor €1,49. We hebben wat bloemetjes in roze tintjes met een heel mooi strassparelsteentje in het midden. Nou, dat blinkt aan alle kanten, dat kun je wel zien. We hebben mooie roze met een pareltje in het midden. Die zijn ook €1,49. Dan hebben we deze in hele mooie frisse voorjaarskleurtjes. Ook weer met zo'n strassteentje in het midden. Die met strassteentje die zijn €2,99. Die zijn dus net ietsjes duurder. We hebben hele mooie, die wat ik net liet zien in het wit, hebben we dus ook in de mooie voorjaarskleurtjes. Dus echt een beetje roze, mintgroen, een beetje lila. En we hebben deze mooie en die hebben ook een klein kraaltje in het midden. Dus ook weer een ander leuk modelletje. Dat zijn de zes nieuwe soorten met bloemetjes die we binnen hebben. Dan
voor de liefhebbers van de Diamond Cards. Weer drie leuke setjes voor kinderkaartjes. Dus de steentjes zit erin, het bakje zit erin. Er zit zo'n waxpen in. En een envelopje erbij. Dus drie leuke voor de kinderkaartjes. Deze doen het bij ons ook altijd ontzettend goed, die kaartjes. Weet je, het zijn gewoon van die leuke, complete pakketjes om mee te nemen. En je hebt er niet veel zooi van. Dat is gewoon ideaal. Nou, ik laat het alvast zien. Maar ik heb ze dus al thuis. Maar dit is vanaf morgen verkrijgbaar in de hobbywinkels. De nieuwste collectie van Studio Light. Er zijn weer twee kaartmodellen binnengekomen. Een mooi basismodel. Ja, weet je, daar kan je gewoon van alles weer mee doen. Een mooi drieluikje, zeg maar. En een mooie met een cirkelmal. Leuk om daar ook weer de blisters op te gaan verwerken. Dus dat zijn twee mooie basismallen van Studio Light die vanaf morgen in de winkel liggen. Daarbij komt Studio Light ook met twee nieuwe blokken uit. De Vintage Spring en de Tea Party. En dit zijn dus blokken op A5 formaat. En mooie designs. €8,95. Daarin zit mooi vellum. En dat zit er drie keer in. Of twee keer. Even kijken. Drie keer. Dus er zitten vellum teksten bij. Er zitten van die leuke kleine kaartjes bij die je weer overal bij kan plakken. Er zitten labeltjes en buttons bij en vaandeltjes. Hele mooie bloemen. Dus echt, ja, Vintage Spring. Nou, hij doet zijn naam ook wel eer aan. Dit is ook wel echt Vintage Spring. Kijk, het is echt een mooie collectie. Mooi met lila, een beetje bruinig. Ook voor Junk Journal zeer geschikt. En daarnaast hebben we dan ook de Tea Party. Nou, Tea Party, daarin zitten dan ook weer drie velletjes met Mika. Daarin de mooie kaartjes weer. Allemaal labeltjes, de buttons, de klok, ons konijntje. Er zitten vlindertjes bij. Nou, de mooie... Dit is ook leuk om dit bijvoorbeeld uit te snijden en daar een shaker achter te maken. Ja, weet je, er zijn altijd zoveel mogelijkheden. Dus dit is de Vintage of de Tea Party. Een beetje richting Alice in Wonderland, zeg maar, met dat tea gebeuren. Dus dat is de collectie van Studio Light die vanaf morgen bij ons binnen is. Nou, wat ik ook nog even wil laten zien. Aanstaande zaterdag tijdens de live... live demo dag gaat Suzanne van Poppel met deze collectie aan de slag van de Happy Blue Birds. We hebben daarbij een actiesetje gemaakt en dan krijg je dus het paperpad en deze stansmal. En het, dat was dan het uni paperpad en ook het design paperpad en het vogelhuisje. En dat actiepakketje kost dan €25,95. Nou, wat Suzanne ermee gaat maken, dat weten we natuurlijk nog niet. Dat is nog een verrassing voor zaterdag. Ik heb wel alvast de basis van deze mal uitgestanst. En ook het frameje. En kijk eens hoe mooi gedetailleerd hij is. Dit glitterkarton en deze komt ook uit het A4 bijpassende kaartkarton uit deze serie. En hier kan je dan nog weer een leuke kleine tekst op doen. Dus hiervan laat Suzanne jullie aanstaande zaterdag nog meer zien. Maar ik wilde toch alvast eventjes aan jullie showen. Dan. Voor de borduurliefhebbers is het allernieuwste boek van Sjaak van Wendt uit. Nou, zoals jullie weten, Sjaak van Wendt is natuurlijk al overleden. Maar ter nagedachtenis en omdat zijn patronen gewoon zo mooi zijn, worden er nog steeds boeken uitgebracht. En een gedeelte van die patronen of van de opbrengst gaat dus ook naar de Klinieklowns. Dit is voor A6 kaarten. Daarin zit dus ook de knipplaten. Daarin zit
het linnenkarton in de goede basiskleur. En daarbij zitten ook de borduurpatronen die dus al voorgeprikt zijn. Dus je hoeft niet meer zelf te prikken, je kunt ze zo gebruiken. Achterop staat ook hoe je die, de steekverhoudingen moet doen. Dus dat is het allernieuwste boek van Sjaak van Wendt. Dan is bij ons weer op voorraad de Glue Gun accessoire set. Nou, dat is voor mensen die ook graag met een lijmpistool werken, zoals wat ik ook altijd graag doe. Alleen als je elke keer je vingers brandt, is dat natuurlijk niet zo heel fijn. Dit is een speciale mat, die kan dus ook tegen de hitte van de lijm. En daarin zitten van die vingertips. Dan brand je je vingers niet zo. Er zit nog een extra toeltje bij. Dit is dus echt voor als jij geen hittebestendige vingers hebt. Ik moet zeggen, deze matjes die gaan altijd ontzettend hard. Ik meende dat Sabine het ook wel eens in een live gebruikt heeft. Of in ieder geval wel genoemd heeft. Maar ja goed, het is in ieder geval weer bij ons op voorraad. Die kost €12,95. Dan hebben wij... Nou ja, ik had het pas al een keer in de live gezegd. Of in de groep gezegd van dat wij de Posca potloden hadden. En de Posca potloden is net eigenlijk als de Posca markers. Het kan overal op. Op acryl, op eigenlijk heel veel ondergronden. Het kan op papier, op hout, textiel, op leer. Meerdere effecten heeft het. En deze Posca die hebben heel veel kleurpigmenten. Ook Marleen gebruikt dit heel veel. Dus Marleen van Art by Marleen, zeg maar. En wij hebben de doos van 36. Maar toen kregen wij de vraag van, kunnen jullie ze ook in kleinere hoeveelheden bestellen? Nou, we hebben nu dus ook de set met 12 potloden. En dan heb je dus echt de primaire kleuren. En hier heb je het set van 36. Nou, het is een oil colored pencil. Soft and smooth writing. Bright colors. Easy color blending. En ik heb er zelf ook al mee gekleurd. Ik heb ze even geleend van iemand. En ze geven inderdaad heel veel pigment af. Dus ze zijn heel fijn. Maar goed, dat is eigenlijk alles, hè? Even kijken, wat ga ik dan laten zien? Nou, deze meeldraadjes zijn er weer. Dat zijn die suikermeeldraadjes. Volgens mij heeft Jeanette die gisteren ook in de live gebruikt. Of iemand anders, maar ze vliegen in ieder geval de winkel weer uit. Dus dan weten jullie dat even. We hebben de sticky thumbs weer op voorraad. Nou, wat is dat? Dat is een toeltje voor het verwijderen van het plaklaagje van bijvoorbeeld je rode sticky tape. Of van die, als je van die kleine foampadjes hebt, zeg maar, kan je makkelijk gewoon de uiteindes van het plakband eraf halen. Daar zit zo'n soort tandenhaakjes aan. En verder, ja, ergonomische grip. Je kan er als burnisher gebruiken. Zitten er twee in één verpakking. Die zijn ook weer op voorraad. Nou, er zijn ook heel veel mensen die graag de ouderwetse lijmsticks gebruiken. Die hebben we nu ook weer van de Tacky Glue op voorraad. Dan weten jullie dat even. En ook van de Art Glitter Glue hebben wij ook weer van alles op voorraad. Dat is ook weer aangevuld. Zoals de metalen tipjes en de navulflacons. Er kwam weer heel veel vracht binnen. Er zijn van Craft Emotions ook weer twee nieuwe stempeltjes uit. Eén met allemaal Nederlandse teksten. Een lach voor jou, sterkte. Ik denk aan je geloof, hoop en liefde. Niet perfect is ook goed. En een setje in mijn hart. Een zoen voor jou. Speciaal voor jou. Beterschap en sterkte in deze moeilijke tijd. Nou, leuk geprijsd voor €3,99.
Even kijken. Dan heb ik allerlei leuks voor de Pasen. En dat is een klein beetje de schuld van Tietz. Want die vroeg, kun jij die leuke postzegeltjes bestellen van Nelly Snellen? Van de Pasen. En toen kwam ik verder aan het kijken. En toen zag ik dat er nog veel meer leuks voor de Pasen was. Dus ja, toen heb ik de rest ook maar besteld. Want ik merk dat Pasen en voorjaar toch wel steeds meer ook gaat leven. Nou, wat hebben wij? We hebben hele leuke stempeltjes. De gnomes met de eieren. Gnomes met het eiermandje. Ja, ik zie dat Tietz aanwezig is. Tietz, jij bent de schuldige. Dus we verwachten ook binnenkort wat leuke voorbeelden van jou, hè? We hebben deze gnome ook met de paaseieren. En de gnome met de paaseieren en de bloem. Nou, het zijn leuke stempeltjes. 3,85, 3,25. Zijn wat wisselende prijsjes. Dus ze zijn ook niet super duur. Nou, Tietz zegt komt goed, dus ik ben benieuwd. We hebben ook een heel leuk shade die van een paashaasje. Die je dus leuk op kan bouwen met eitjes erbij en een mandje erbij. Er zit een worteltje bij. Dus zo kan je zien, je kan hem staand neerzetten, je kan hem zitten doen. En wat leuke accessoires erbij. Dus dat is leuk voor de Pasen. Dan hebben we nog wat leuke maskstencils voor de Pasen. Want ja, weet je, niet iedereen heeft designpapier. En soms is het ook gewoon leuk om je eigen papier te maken. Nou, dat kan je met die maskstencils natuurlijk ook heel goed doen. Ook deze met die konijntjes, het is toch te leuk. Of een paasei, gewoon even lekker ergens met een beetje inkt op je kaart doen. Plaatje ervoor, tekstje erbij en je hebt al een heel mooi paaskaartje klaar. Dit zijn dus de beruchte stempeltjes die Tietz wilde hebben. En heel eerlijk gezegd heb ik hem ook stiekem in mijn mandje gedaan. Want wij krijgen natuurlijk nog een voorjaarschallenge in onze groep. En dan kunnen we deze daar heel goed bij gebruiken. Nou, deze is dan voor de Easter. Maar dit is eigenlijk allemaal spring. Nou, dit is dan ook Easter. Maar je kan ze ook gewoon voor de voorjaarskaarten. Die zijn toch super leuk. En kijk eens, voor €2,50 dan valt dat ook nog wel mee. We hebben ook teksten met Happy Easter, spring is hier. En vrolijk Pasen en het is lente. Nou, deze zijn ook leuk geprijsd, €4,95. Vind jij het leuker om te stansen? We hebben ook de tekst Vrolijk Pasen. Nou, Vrolijk Pasen is dus in een mooie schrijfstijl. En er zit een outline bij, dus je kan het ook nog weer matten op een unikleurtje. Nou, deze, ik vond het jammer dat ik niet op tijd, of niet voldoende tijd had. Maar wat is dit? Dit is een eierhouder voor kleine paaseitjes. Nou, ik hoop hem zo snel mogelijk in elkaar te gaan zetten. Ik heb even geen idee, het is in ieder geval de eggholder. Hoe die exact gaat worden, weet ik niet. Moet ik even uitvogelen. Maar ik vond hem gewoon te leuk. Ik dacht, een eierhouder, dat moeten we gewoon hebben. Dus dat is voor de kleine paaseitjes. En wat ik ook ontzettend gaaf vond, dat is deze postzegelmal. En daar kan je dus allemaal losse postzegels weer van maken. Of gewoon een leuk frame. En je kan er ook nog dieptekaarten mee maken. En deze is dan heel leuk voor vierkante kaarten. En die is €12,95. En ik zal even kijken hoe groot die is. Die is 10 centimeter. Dus het is ook nog een keer een leuk formaatje. Nou ja, postzegels zijn momenteel helemaal hot. Dus daar zijn we blij mee. Welke ik ook heel leuk vond, was deze achtergrondstempel. Van Hello Spring, Happy Egg Hunt, Happy Easter. Nou, dit is leuk om ook weer op een achtergrondje te gaan verwerken. Om zelf je eigen voorjaarscrappapier te maken.
En deze kan ik ook niet laten liggen. 3D embossing folders. Deze met mooie voorjaarsbloemetjes. Deze met de paashaasjes en de klavertjes. En de paashaasjes met de worteltjes en wat bloemetjes. Dit zijn 3D embossing folders. Dus let even goed op bij je embossing machine of bij je stansmachine welke platencombinatie je moet hebben. Nou, dat was al een heel verhaal. En ik ben er nog lang niet. Ik ga heel even wat schuiven. En even weer ruimte maken voor wat anders. Want anders kom ik zo meteen met ruimtegebrek. Even kijken. Dat moet ook even aan de kant. Dat kan daar weer in. Ja, ik had niet verwacht dat we zoveel zouden hebben. Maar het is gewoon momenteel een beetje overlevingstocht in onze winkel. Ook mede omdat er uitvallers zijn onder het personeel qua ziekte en dat soort dingen. Maar het is ook gewoon druk met nieuwe dingen. Ik zou eigenlijk vanmiddag ook knutselen. Nou, ik had sowieso mijn bureau vol met andere projecten liggen en ik kreeg ook gewoon niet wat voorbereid. We moeten het nu gewoon even rooien met z'n allen. En ik dacht van, dan ga ik maar niet wat laten zien. Dit hoef ik niet voor te bereiden, dus ik kon zo aanschuiven. Waxseals. Van Carlijn hebben we weer wat nieuwe binnengekregen. En ook deze is weer binnen. Ja, Relana, het is gekke werk, hè? Relana, die was er gisteren ook en toen kwam er heel veel vracht binnen vanuit Amerika. En vandaag kwam er alweer veel vracht binnen. Echt, het is gewoon onwijs. En jullie bestellen ook heel veel, dus het, er gaat veel in en er gaat veel uit. We hebben dit setje weer binnen en dit is een hele mooie mat waarop je dus kunt werken. Met deze waxseals. Een mooie houder. Met twee van die seals. Eén met mooie blaadjes. En één met een, een envelopje. Dus dit is een mooi basisset. Als jij nog geen waxseals hebt, is dit een heel mooi starterset. Er zit ook zo'n lepeltje bij. Die kan je daar dus weer opzetten. En daarin zitten hele mooie kleurtjes metallic wax. Dus dit is het setje. Die is €29,95. En die is van het merk Creaine. En dan heb je dus gelijk een leuk matje om daarop te werken. Ik denk dat ik deze maar mooi hier in kantoor laat staan. Want dan kan ik ook hier in kantoor een keer waxseals maken. En dan kunnen we dat volgende week ook combineren met de live van JMA. Want dan krijgen wij ook weer mooie wax dingen binnen. Dan kan ik een keer samen met jullie de waxen gaan doen. Nou, er zijn van Carlijn dus ook weer nieuwe. En die wilde ik ook even laten zien. Een hele mooie met die pluisjes voor condoleancekaarten. Dat is deze nog een keer. Dus dat is dezelfde. Dat was niet de bedoeling. We hebben er een ovaal met sterkte. Dus de tekst sterkte. We hebben een hondenpootje. En dat hondenpootje, dat is in 3D effect. Dus die kan je er weer... Kijk, je ziet het wel. Die ligt er echt bovenop. Dus dit is met 3D effect. Er was nog één modelletje. Maar welke dat is, dat weet ik dus even niet. Want ik heb er eentje dubbel gekregen. Dus kijk gewoon even in de webwinkel. Er is dus nog een ander model. Dan heeft Carlijn ook weer leuke melts uitgebracht. In mooie kleurtjes. Nou, dit is ook een beetje metallic-achtig. Blauw, paars.
een beetje groen, een beetje roze, een beetje van alles wat. Dit is de set Magic. En we hebben een mooi setje met parelmoer, roze. Nou, jullie snappen al wel dat dit het Valentijns setje is. Dat staat ook weer in de bak. Carlijn heeft nu ook, ik heb eerlijk gezegd niet de hele serie besteld. Er zijn ook van Carlijn nu teksten bijvoorbeeld. En dat gaat meer richting Pink Ribbon van kloten en dat. Nou, eerlijk gezegd heb ik dat niet in het assortiment opgenomen. Ik vond dat niet helemaal bij ons passen. En ik denk, ja, ik moet toch een keuze maken. Ik heb een selectie besteld. Ik heb wel deze besteld van Ik Denk Aan Je. Daar kan je overal voor doen, voor alle verschillende thema's. Ik heb deze ook besteld van Knuffel Sterkte. En er staan allemaal teksten op. Een knuffel kan je iedereen geven. Sterkte, condoleancekaarten, opkikkenkaarten. Het kan overal voor. We hebben de tekst Sterkte en Knuffel in grote letters. En ook in hele mooie kleine gedetailleerde letters. En misschien kennen jullie ze nog, de Huggelots van Joselijnen Design. Dat waren de wat grotere beestjes. En we hebben nu ook de Huggelots Minis. Dus dit is echt zo'n heel klein mini opbouwpoppetje. Ja, Thea, ik zou daar zelf inderdaad ook geen kaarten mee sturen met tekst met kloten en dat. Dus ja, ik heb gewoon besloten om dat maar niet op te nemen in ons assortiment. Ja, je moet toch keuzes maken. Keuzes maken. Nou, dat zullen jullie straks ook moeten. Want ik heb heel veel. Ik kom nu namelijk aan bij Minté. Minté heeft 4 nieuwe collecties uitgebracht. Het papier, dit is Always and Forever. Paperpad op het formaat van 30,5 bij 30,5. En we hebben de knipplaten ook allemaal los. Nou, die laat ik even niet onder de camera zien in verband met de ruimte. Maar wat ik wel laat zien is het kleine paperpad van 15 bij 15 en het add-on paperpad. Nou, de 15 bij 15. Mooi voor huwelijkskaarten. Ja, dat is in Polen echt een heel groot thema, huwelijkskaarten. Maar ja, als je zoals deze, die bloemen, kijk, dat is toch ook gewoon prachtig voor andere kaarten. Dus je hoeft dit echt niet voor huwelijkskaarten of verlovingskaarten of zoiets. Eigenlijk kan dit overal weer voor. Nou, daarin zitten ook die kleine plaatjes. En op de achterkant zitten dus weer de knipplaten. Nou, ik vind het onwijs tof dat Minté nu ook van die extra paperpads heeft. Die zijn op het formaat van 6 bij 8 inch. En dat is weer het eigenlijk bijpassend papier bij deze collectie. Want zoals jullie weten, ja, inderdaad, voor zoveel jaar getrouwd kunnen deze ook. Dit papier is vaak wat drukker. En met deze achtergrondjes kan je dus een heel stuk rustiger maken. Ook mooie muzieknoten erbij. Hartjes. En kijk eens wat voor mooie achtergronden erbij zitten. Plaatjes zitten erbij in. Dus zo'n add-on paperpad zitten dus designvellen in en knipplaten. Nou, dan zijn we er nog niet. Want we hebben daarbij dan ook nog setjes met envelopjes en labeltjes. Envelopjes, nou, het is natuurlijk leuk als je naar een bruiloft gaat of iets dergelijks, om dan een gedecoreerd envelopje. Daar kan je mooi het geld in doen.
is leuker geven dan een saaie envelop. En daar zitten labels bij en van die mooie basisplaten. Nog meer labels. Nou, ik ga er even een beetje snel doorheen, want anders zit ik straks over een uur nog. Want ik heb straks ook nog 49 en Marker om te laten zien. Dus wat echt een lekkere volle. Ali Koud IJs vraagt over de glasbeads. Nou, volgens mij is er iets misgegaan met opboeken en hebben wij nog een paar potjes over. Maar dat zien jullie aan het eind van de dag even. Want als ze aan het eind van de dag nog over zijn, dan klopt het dat ze niet meer bij de orders horen. En dan worden ze opgeboekt. De groothandel heeft ze momenteel even niet op voorraad. Maar als het goed is, worden ze rond 12 februari weer binnen verwacht. Dus dan komt de nieuwe zending weer. Nou, in deze collectie, kijk eens wat een prachtige die-cut elementjes erbij zitten. Ook duifjes, champagneflessen, van alles en nog wat. Deze zijn echt heel mooi gelaserd. Dus dan hoef je zelf niet meer te knippen. Er zitten leuke hartjes bij. Dus dit is het setje van de... hoe heet er deze collectie? Ik zal zo even kijken. Dit zijn losse troepjes. Dit is Always and Forever. Nou, dan hebben we de eerste serie gehad. Wat we ook hebben, Mixed Media, zijn natuurlijk ook heel veel fans van. We hebben de chippies weer. Hele mooie hartjes voor Valentijn en ook voor bloemenkaarten kan dat heel erg mooi. Om daar gewoon lekker een bloementoefje overheen te doen. Deze bewerken met embossingpoeder en je hebt een hartstikke mooie creatie. We hebben mooie bloemetjes. We hebben een setje voor de, voor de spring. Dus leuke hekjes, handschoentjes. Je kan dit ook met distress inkt op kleur brengen. Leuk als accessoire elementje. We hebben paaseieren, paashaasje en allerlei zulke soort elementjes. En we hebben hele mooie takken met vogels, vogeltjes, vogelhuisjes. Nou, de chippies, jullie zien het wel, dat is dus wat dikker. Het is een soort bierviltachtig iets. Kan je dus leuk met allerlei mediums op kleur brengen. Dat is wat voor onze mixed media dames zoals... Jeanette, even kijken, Anita van Merode doet er veel mee. Suzanne van Poppel doet er wel veel mee. Jeanette doet er veel mee. Sabine doet er veel mee. Dus jullie zullen het vast wel voorbij zien komen. Nou, ik snap dat jullie nu al niet meer kunnen kiezen. En zoals ik al zei, ik ben er nog lang niet. Dus het gaat nog veel moeilijker worden om te kiezen. Collectie Traveler. Nou, deze is niet alleen geschikt voor reizen. Hij is gewoon ook ontzettend leuk qua kleur. 30,5 is die verkrijgbaar. En het knipvel is ook los verkrijgbaar. Net als bij die andere laat ik die niet onder de camera zien. Maar laat ik het kleine paperpad weer zien. Nou, deze vind ik qua kleur... Kijk eens, dit is toch gaaf, ook voor die dieptekaarten. Hoe onwijs tof is dit? Ik vind hem briljant. En deze ook, kijk. Ik vind hem echt super gaaf. Ook voor een planner. En dit dan, dit had ik nog niet gezien, eerlijk gezegd. En dit dan, voor kleine ATC'tjes. Nou, ik weet zeker dat deze met mij meegaat. Dit vind ik echt super tof. Te leuk. Nou, Traveler. Die is goedgekeurd. Bij de Traveler hebben we natuurlijk ook nog het extra set. Nou, ook voor een journal of een Traveler's notebook is deze ontzettend gaaf. Dit is echt een must-have voor mij.
Deze ook. Oh, kijk eens hoe gaaf. We moeten... Oh nee. Ik mocht niet zeggen dat we meer tijd nodig zijn. Tijd gewoon nuttig besteden, zegt ze. Nou, hier kan ik wel 10 keer doorheen bladeren. Dit vind ik echt een kei toffe collectie. Nou, daar zitten dan ook weer van die leuke elementen bij. Labels, bloemen, cirkels. Nou, dit is leuk om op de basis van je kaart te doen en dan een labeltje erbij achter. Kijk die labels ook, dit is toch gewoon gaaf. En daar zitten ook weer van die leuke envelopjes bij. Nou, de Traveler, dat is echt een collectie die ik wel moet hebben. Kan ik niks aan doen. Deze collectie heeft ook hele gave elementjes erbij. En nou ja, je kan deze natuurlijk uitknippen uit het designpapier, maar dit is natuurlijk wel een stuk makkelijker. Kijk eens, hele toffe camera, bloemen erbij, nog een camera, postzegeltjes, de kompas. En hier deze dan. Het vliegtuig, geweldig. En deze hier, nog eentje. Oh, dit is ook voor mannenkaarten gaaf. De wereldbol, nog een kompas. De schatkist. Oh, dit is kwijlen. Dit is gaaf. Deze ook. Nou, en ik denk... Ja, jullie horen mijn radertjes natuurlijk al wel weer. Ik kom straks ook nog met een hele toffe collectie van 49 and Market. De Wherever collectie. En dat is ook een travel collectie. En nou, jullie kunnen ook wel rekenen. 1 en 1 is 2. Nou, ik denk dat deze twee ook wel onwijs tof bij elkaar matchen. Nou. Playtime. Nou, het is ook wel tijd voor playtime. En dan met name spelen met hobbyspullen. Nou, voor kinderen heeft Minté ook een onwijs leuke serie uitgebracht. En van deze kleurtjes werd ik echt vrolijk. Jullie weten, kinderkaartjes, ik vind het lastig om ze te maken. Maar toen ik deze collectie zag, dacht ik van, maar hiermee is het wel echt een feestje om wat kinderkaarten te maken. Kijk toch eens wat een leuke kleuren. Dit ook, ja, ik hou zo van die kleurencombinatie. Ik vind dat groene kleurtje gewoon geweldig. Dit ook, ja, ik vind deze echt super leuk. Nou, daarbij... Er zit ook een add-on paperpad. Nou, ook weer leuke wolkjes erbij. Daar zitten knipplaten bij, ballonnetjes bij. Nou, allemaal vrolijke beestjes. Nou, kinderkaart, echt. Ik moet me daar een keer voor gaan zetten. Dat ik daar ook gewoon even tijd voor ga maken. Om dat toch een keer weer te gaan doen. En dan is deze collectie wel een van mijn favorieten, denk ik. Ook deze... Heeft van die hele leuke plaatjes weer. En de envelopjes erbij. Nou, ik laat hem deze keer even niet zien. In verband met tijdgebrek. En ik wil deze nog wel even laten zien. Want kijk. Ja, de nieuwe collecties van Art of Alchemy. Die komen hopelijk volgende week binnen. Dus ja, volgende week komt er ook weer heel veel nieuws uit. Kijk toch eens. Dit is toch ook gewoon te leuk. Raketje erbij, zonnetjes erbij, ballonnetjes, kauwgomballen, olifantjes. Ik vind dit voor kinderkaarten echt, ja, geweldig. Girafje erbij. Ja, weet je, vaak met kaarten dan blijf je toch een beetje binnen je eigen comfortzone. En ik ben gewoon iets meer van de romantische en dat soort dingen.
En als je dan, ja, kinderkaartjes en je hebt niet zo heel veel tijd, dan laat je het vaak een beetje achterwege. Maar ja, dan moet je een kinderkaart versturen en dan heb je niet wat. Dus ik ga me er echt een keer toe zetten. Nou, deze collectie moet ik heel eerlijk van zeggen. Hij is geweldig en onze voorraad is nog heel erg laag hiervan. Maar goed nieuws, het is bijbesteld en als het goed is, komt dat eind volgende week weer binnen. De Spring is Here collectie. Dus we gaan van de kinderkaarten weer naar Pasen. Of Pasen, voorjaar. Spring is Here. Ook weer het mooie paperpad op 15 bij 15 formaat. Nou, kijk toch eens. Dat is gewoon in lijst en klaar. Hele mooie kleurtjes weer. Ook gewoon voor bloemenkaarten. Prachtig weer. Nou, ook op de achterkant nog wat knipplaatjes. Daarbij hebben wij het extra paperpad. Dus ook weer met die mooie kleurtjes. Ook het gele weer, roze. En daarin zitten dus ook knipplaten. Dus ook, ja, kijk, dit is toch gewoon te schattig. Nou, dit hebben we. En dan hebben we bij deze serie natuurlijk ook weer die leuke envelopjes en die basiskaartjes. Volgens mij, wat ik zo zie, kijk, deze plaatjes, die zijn toch ook gewoon tof, die cirkels, kijk eens. Labels erbij. Ook leuk om daar bijvoorbeeld een paashanger van te maken. Deze kan gewoon voor voorjaarskaarten. Kijk, het is gewoon weer te leuk. Ook weer de envelopjes erbij. En wat we hierbij ook hebben, dat zijn deze gave elementen. Kijk eens, schaapjes, vogelhuisjes, de narcisjes, prachtige bloemen, nog meer bloemen. Vogelhuisje weer, de hoeden, daar zitten vlinders bij. En kijk eens, nou, zo kun je toch niet knippen. Dit is toch gewoon, ja, het is allemaal gelezen. Het ziet er gewoon echt prachtig uit. De paaseieren erbij. Boeken erbij. De picknickmand. Ja, er zit gewoon zoveel leuks in. De schaapjes zitten erin. Nou, hier gaan jullie binnenkort ook wel wat mee zien. Want ik denk dat Tietz het inmiddels al wel in huis heeft. Die wilde daar de Spring Challenge mee gaan maken. Dus jullie gaan daar binnenkort wel wat leuks mee zien. Nou, volgens mij heb ik dan alles van Minthe laten zien. Ja. Nou. Dan zou ik zeggen, fijne middag en tot de volgende keer maar weer. Of hebben jullie nog belang bij dat ik ook 49 en Market laat zien? Als jullie zeggen van hoeft niet, dan stop ik ermee. En anders ga ik nog even door. Dan zal ik het gewoon stiekem neerleggen. Als jullie nou nee zeggen, dan stop ik en anders dan ga ik even een beetje spraakwater pakken en dan gaan we lekker door. Nou, ga maar door. Nou, was ik ook eigenlijk wel van plan. Ik begin als eerste met de Color Swatch serie. 49 & Marker die heeft altijd twee series. Een complete serie en dat is gewoon zeg maar een complete collectie. En ze hebben de Color Swatch. En dan is alles op één kleur gericht. Nou, dit is de Color Swatch Tiel. Nou, Tiel, daar hou ik wel van. Paperpad op formaat van 30,5 bij 30,5. En kijk eens,
Even kijken, volgens mij zit alles er twee keer in. Dus een mooie bijpassende uniekleur met een mooi bloemenmotiefje. Hij is echt prachtig. Ook leuk om hier weer een beetje geel weer bij te gebruiken. Ook richting het voorjaar. Streepjes aan de achterkant. Deze mooie gele bloemen. Of blauw met geel. Aan de achterkant een iets rustiger patroontje. En deze, kijk, dit is toch ook gewoon te gaaf. Het is echt prachtig papier. Dit is het grote papier. Even kijken. Die ga ik gelijk weer even in het zakje doen. En er zit dus 10 vel dubbelzijdig designpapier in. Nou, we hebben dat paperpad ook in een kleiner formaat. En dat is 6x8 inch. Ook ideaal voor in de planner, zeg maar. En dan zit alles er 3 keer in. Dus dit is de achterkant. Het is dubbelzijdig. Dus deze. Met aan de achterkant, zoals jullie zien, die. We hebben deze mooie. En die heeft het streepje aan de achterkant. We hebben deze mooie. We hebben de vlinders. Ja, dit heeft voor mij ook een heel hoog hebgehalte. Nou, stiekem heb ik dat gisteren ook al meegenomen. Deze vlinder ook nog. Dat is de achterkant weer. Want ik vond deze tiel collectie wel ontzettend leuk weer. Zeker ook in combinatie met een aantal spulletjes die straks nog komen in deze collectie. We hebben hierbij namelijk ook heel mooi washi tape. Of ja, dit is eigenlijk fabric tape. Dit is stof. En dat kan je gewoon verwerken net als washi tape. En je kan het ook als binding voor je album gebruiken. Dus dit is gewoon echt stofachtig. En kijk eens hoe ontzettend gaaf dit is. Dit is toch gewoon te mooi. Ook leuk om bijvoorbeeld als jij een journal hebt. Om dit op de cover van je journal te plakken. Dit is een hele brede. Dan zit deze er nog bij. Kijk, die is toch ook gaaf. Kun je ook gewoon kleine stukjes van gebruiken. En er zit nog een smal randje bij. Dus dat zijn de 3 soorten die in deze fabric washi tape zitten. Dan hebben wij de rub-ons. Die zijn ook stiekem al bij mij beland. Rub-ons. Even kijken. Dit is een extra velletje. Nou ja, daar zit op welke rub-ons in zitten. Maar ja, dit kan je natuurlijk ook allemaal uitknippen en als basispagina ergens voor gebruiken. Daarin zitten 3 setjes met rub-ons. Hele mooie bloemen. En kijk eens, dit is toch gewoon gaaf. Ik heb thuis nog wat boekjes liggen en nog wat onderzetters van hout. Die ik eigenlijk met rubons wil gaan decoreren. En wie weet doe ik dat binnenkort wel een keer in een live. Gewoon even lekker een keer met wrijfplaatjes aan de slag. Ik vond daar deze collectie wel zeer geschikt voor. Maar komt tijd, komt raad, zeggen ze altijd.
We hebben ook laser elementjes. Laser elementjes. Er zitten er 109 elementjes in. Nou, dit kan je uitknippen. En de rest is dus laser. En dat is dus al uitgestanst. Dus dat hoef je niet zelf te knippen. Het is gewoon uitdrukken en opplakken. Kijk, het zijn echt hele toffe elementen. Ontzettend leuk. Zaterdag ben ik live. Maar waarmee ga ik nog even niet zeggen. Ik moet eerst zien dat ik mijn bureau weer leeg krijg. En dat ik even ga kijken wat ik dan ga doen. Want alles is leuk. En ik moet iets hebben wat niet al te veel voorbereiding kost. Dus jullie gaan het zien. Nou, hierin zitten heel veel. Dit is het ephemera set. Kijk, dit is toch ook gewoon gaaf om deze combinatie bruin met dat tiel. Dus envelopjes zitten erbij. Er zitten tickets bij. Allerlei, dit is wat dunner papier weer in allerlei tiel kleurtjes. Er zitten postzegeltjes bij. Er zitten, zoveel leuke elementjes bij. Dit is gewoon echt te leuk. Er zitten tapjes bij, daar kun je weer van alles op gaan schrijven. Er zitten nog extra tickets weer bij. Ja, momenteel moet ik gewoon niet veel te lang van tevoren zeggen waarmee ik live ga. Want dat werkt voor mij momenteel gewoon niet om alles van tevoren te plannen waar ik mee ga knutselen. Mijn hoofd gaat soms allerlei andere kanten op. En ik ben zelf nog bezig voor JMA met allemaal dingen wat ik uit moet werken. En dan is het soms gewoon dat je hoofd dan even in een totaal andere stijl zit. En dan kan ik wel zeggen van ik wil dit of dat gaan doen. Maar ja, dat werkt dan gewoon af en toe niet. Soms moet je dan even focus houden op iets wat belangrijker is, zeg maar. We hebben ook nog de mini-elementjes. Dat zijn ook weer laser-elementen. Nou, dit is een knipplaatje aan de achterkant. En dit zijn de losse elementjes. Kijk, dit is toch ook weer gaaf. Dus dit is... ik had net zeg maar het grote set met de laserplaten. En dit is dus een iets kleiner formaat. Dat is voor kaarten ook wel weer ontzettend leuk. Ik vind ook deze labeltjes wel ontzettend leuk. Nou, kijken of er dat weer in wil. Vanmorgen heb ik in ieder geval even een dag mijzelf uitgepland. Morgen moet ik gewoon voor JMA bezig met voorbeelden maken. En dan even een keer iets anders, want anders krijg ik mijn voorbeeldjes niet klaar. Nou, framepjes. Ook in de, de tielkleur. Leuk om daar een fotootje achter te plakken. Je kan er een bloemetje op doen. Je kan hem nog weer met een touwtje vast gaan maken. Hier zit natuurlijk zo'n nep stiksteekje op. Maar je kan met je naaimachine of iets dergelijks ook leuk zelf nog even een stiksteekrandje er langs gaan maken. Vintage plaatje erachter. Van alles kan. Er zitten er 20 in en het is gemaakt voor eigenlijk de populaire foto maten. Dus je kan hier gewoon heel makkelijk foto's achterplakken. Wat we bij deze serie ook hebben, zijn de acetate sheets of acetate elementen. Nou, daarin zitten er heel veel in. Acetate, dat is dus dat mica. Dus dit zijn allemaal van die transparante elementen. Kan je ook weer leuk overal opverwerken. Het is bijvoorbeeld ook leuk om deze op je ondergrondje te doen.
Je doet er bijvoorbeeld twee op. Je doet hier een leuk strikje en een waxiel eroverheen. En je hebt al gewoon een onwijs leuke achtergrond. Nou, ik vind deze Colossus Watch kaartjes ook ontzettend leuk. Die zou je bijvoorbeeld weer... Ja, hoe zal ik het zeggen? Aan de zijkant kunnen doen. En dan leuk met nietjes vastmaken. Oh, bah, mijn brein gaat alle kanten op. Behalve de goede. En het vervelende is, ik mag ze nog niet meer spelen. Want ik moet gewoon eerst die andere dingen afmaken. Maar ja, scheelt. Jullie mogen, kunnen er ook nog niet mee spelen. Want als jullie bestellen, moet ook nog eerst verzonden worden. Dus voor morgen kunnen we er sowieso niet mee aan de slag. Jullie niet en ik niet. Maar het is wel heel verleidelijk om er gelijk mee bezig te gaan. En dat zijn jullie vast wel met mij eens. Ik zal zorgen dat ik ze er weer allemaal in ga doen. Oh, er zitten ook leuke vlindertjes bij. Het is te leuk. Ik denk dat ik maar naar een onbewoond eiland ga. Naar een onbewoond eiland. En dan hebben we nog tijd kort. Deze. Nou, ik ga deze dus even openmaken. Want anders kan ik jullie niet laten zien wat erin zit. Dit zijn namelijk limited edition setjes. Deze zijn 38,99. Dan denk je nou 38,99 voor een etui. Nou, het etui is natuurlijk onwijs gaaf. Zeker in deze tielkleur. Maar voor 38,99 krijg je dan wel de laserelementjes erbij. Je krijgt er hele mooie enamel dots in dezelfde kleurstelling erbij. Je krijgt dat leuke setje met die acetate ornamentjes daarin. En je krijgt het setje met die ephemera's erin. Dus dat zit in zo'n etui. En dan heb je natuurlijk een onwijs tof etui om al je spulletjes in op te bergen. Want daar past je paperpad ook weer in. Nou, deze is stiekem al van mij. Dus dan weten jullie dat. Die kan ik niet laten liggen. Heel snel verder. Deze is ook weer op voorraad. Dat is de Moonlit Garden. Dat was de vorige collectie van 49 at Market. En dat is de Cluster Kit. Nou, in zo'n Cluster Kit zitten ontzettend veel leuke elementen. Oh, ik ga het echt niet redden in dit uur. Maar goed, ik ga gewoon nog even door. De Cluster Kit van de Moonlit zitten dus allerlei leuke ephemera's in. En daarin zitten ook allemaal die-cut elementen. Moonlit is ook een prachtige collectie. Ik denk ook heel mooi te combineren weer met die Tiel collectie. Deze is dus weer op voorraad. Zitten ook van die leuke embellishments bij. Opgeborgen in een mooi stevig enveloptasje. Nou, dat is het juiste formaat waar ook die laserelementen precies weer in passen. Dus die zou je daarin ook kunnen opbergen. Die is er weer. Wat hebben we ook? Een nieuw Mixed Up Portrait album. Dat is een album met diverse pagina's er al in. En daar zit een pagina in van een gatefold, sideflip, threefold en pocket. Nou, jullie zeggen, Janine, wat is dat nou allemaal? Nou, ik weet het niet, jullie weten het niet. We gaan samen kijken en dan weten we het wel.
Dat is altijd een nadeel van die verpakkingen. Daar kun je niet zien wat erin zit. Nou ja, dan moet je soms dingen openmaken. Nou, wat is hier nou zo handig aan? Dit zijn kant-en-klare albums die je dus kunt beplakken. En dat is voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben om zelf albums in elkaar te plakken. En die dus wel graag willen decoreren, maar de basis niet kunnen maken. Nou, dan is dit gewoon ideaal. Daarin zit dus een pagina. Daar kan je wat ondersteken. Zitten nog extra flapjes bij. Die kan je er nog weer op gaan plakken. Kan je er ook achter gaan steken. Even kijken. Oh, ja, kijk, want hierachter kan je wat achtersteken. Hier kan je nog weer wat overheen plakken of achtersteken. Deze kan je hier vastplakken en dan kan je aan de achterkant nog weer wat maken. Deze kan hier opengeklapt worden. Deze gaat naar de bovenkant open en naar de onderkant open. Dus je kan hier echt heel veel foto's of dingen in kwijt. En hier zit een pocket. Ik vind deze briljant. Hey, jullie zagen het. Ik had hem opengemaakt, hè. En de verpakking is natuurlijk kapot. Dat betekent dat we er gewoon zelf ooit een keer wat mee moeten gaan maken. Hij is wel erg gaaf. Nou, datzelfde idee hebben wij ook als een big picture album van de Moonlit Garden collectie. Alleen wat je hier dan van hebt, en deze kit kost €49,95. En dan heb je een album voor het maken van 20 pagina's. En dit is dus in principe gewoon een workshop kit. Want hierin staat dus beschreven hoe je de albumbinding moet maken. Daarin zit een overzicht hoe je elke pagina kunt beplakken. Pagina 1 tot en met pagina 12. Dit is het album. En daarin zit dus washi tape. Daarin zitten alle elementjes. Daarin zit basispapier. En daarin zit alle benodigdheden voor elke pagina die je nodig bent. Dus dit is ook voor het maken van een album. Van de Moonlit Garden collectie krijg je dus zo'n heel chic album bij. Netjes in een doos opgeborgen. Werkbeschrijving erbij. Het enige wat je nog moet doen is zelf de foto's toevoegen en eventuele extra accessoires. Er zit dus 12 pagina's in voor de albums. 8 keer dubbelzijdig cardstock. 12 keer laser elementjes. Zitten 50 die-cut elementjes in en een rol washi tape. Dus dan kan je thuis gewoon je eigen workshop volgen, bij wijze van. Nou, dat hebben wij nu ook van de nieuwe Wherever collectie. En deze heeft een ander formaat. Dus het zijn gewoon verschillende albums. Nou, hierin zit dus ook weer de beschrijving per pagina voor 12 pagina's. Een mooie met postzegels. Er zitten chipboard elementen in. Er zitten pagina's in. Er zitten heel veel die-cut elementen in. Er zitten envelopjes en allerlei accessoires in. Dus er zit echt heel veel in. Er staat bij hoe je die binding moet maken. Dit zijn echt leuke pakketten. Voor als je bijvoorbeeld niet alle losse elementjes aan wilt schaffen. Of als jij niet in staat bent om naar workshops te gaan en toch een album wilt maken. Nou, dit zijn mooie, complete pakketten daarvoor. Staat ook in de op de website wel wat er allemaal precies in zit. Nou, en dit zijn dus de basispagina's.
Babywear Apple collectie hoort natuurlijk ook heel veel leuks. We hebben bijvoorbeeld een collection bundelset. In dit bundelset, die is opgeborgen. Hij is wel wat duurder. Hij is €46,99. En dat is ook weer een compleet set. En daarin heb je dan het papier. De kit van 30,5 bij 30,5. Daarin zitten de wishing bubbles. Daarin zit een set met rubbons. Daarin zit een set met laser elementen. En er zit chipboard in. En dat zit dus allemaal opgeborgen in zo'n mooie opbergmap. Nou, ik laat deze even niet zien. Ik laat de elementen allemaal straks los aan jullie zien. Maar dan weten jullie even wat hier allemaal in zit. Dit is dus de complete kit van €46,99. Nou, daarin zit onder andere het papier. En het papier hebben wij dus op het formaat van 30,5 bij 30,5. En we hebben daarbij ook een set met bijpassende uniekleurtjes. En jullie zien wel, die kleurtjes die zijn gewoon prachtig. Ik zal deze even snel laten zien. En dan laat ik van het papier onder de camera even de kleinere zien. Dat is makkelijker. Kijk. Die kleuren zijn toch prachtig. Oh. Ik ga hem even omdraaien. Dus mooi geel, oranje, groen, de tiel kleur en bruin. Ja, dat zijn dus al die bijpassende kleurtjes bij die Wear F collectie. En hebben wij natuurlijk dan het paperpadje bij nodig om te laten zien aan jullie. Nou, hierin zit alles ook weer drie keer in. Ook voor, dit is dus ja, een beetje een reisthema. Nee, hier zit het twee keer in. En dan zitten er gewoon wat meerdere motieven in. Het is voor ja, reizen, het kan voor mannen, het kan ja, eigenlijk universeel overal wel voor. Het is sowieso een hele mooie kleurencombinatie. Kijk, ook die vlinders erbij, auto's erbij. Zou je zelfs nog voor iemand voor rijbewijs kunnen doen, bij wijze van. Ja, weet je, je moet altijd wat bedenken wat er allemaal nog meer mee kan. Hè? Het zijn echt hele mooie kleuren en mooie designs. Deze ook onder rood. Dit is gewoon ook weer een hele toffe collectie. Mooi geel erbij. Je zou bijna verplicht op reis gaan om hier een leuk album mee te gaan maken. Ach, en weet je, anders, als je leuke foto's wilt hebben, je kan ze natuurlijk ook uit een tijdschrift knippen. Hè? Die kun je ook verwerken ergens op. Als we iets willen, dan kunnen we alles. Bij deze collectie hebben we ook een ephemera bits setje. Nou, laten we ook nog even zien. Ierland, Vacation Land. Er zitten mapjes bij. Of ja, het zijn eigenlijk gewoon die-cuts. Maar je kan er natuurlijk een mapje van maken. Er zitten notepieces bij. Er zit echt van allerlei leuke dingen bij. Nou, deze kan natuurlijk ook weer heel mooi gecombineerd worden met die Travel from the Past collectie van ECD.
Daar zitten ook wat van die leuke elementen bij. Wat, dat is ook weer 1 en 1 is 2 bij elkaar optellen. En ook die Minte collectie van net, die past er denk ik ook wel weer ontzettend goed bij. Nou, er zitten ook van die envelopjes bij. Er zit echt van allerlei leuks weer bij. Gaan we er mooi weer in stoppen. Down a Lonely Road. Place more. Explore more. Nou, het is echt een toffe collectie. We hebben bij deze ook een acetate set. En in dit acetate set zitten dus allerlei filmstripjes en allerlei andere elementjes. Nou, filmstripjes kennen jullie ondertussen natuurlijk al wel. Die worden heel veel gebruikt. Maar hierin zitten bijvoorbeeld ook hele mooie blaadjes. Hierin zitten vlindertjes, er zitten postzegels in, er zit een roadmap zit erin. Een wereldbol zit erin, kijk eens. Er zitten van die kaartjes bij, oh, zo'n stopbord, een autootje. Nou, de Eiffeltoren, er zit van alles in. Dus dat is het acetate set. Ik moet zeggen, deze collectie die gaat ook ontzettend hard. Ja, de bestellingen vliegen sowieso om de oren, maar dit gaat wel heel erg hard. En ik snap het ook best wel, want het is ook wel echt een hele leuke collectie. Dus er zit echt van alles in. Wat heb ik nog meer? Ja, ik moet er even ietsje sneller doorheen gaan, want anders dan zit ik echt te lang straks. We hebben hele mooie chipboard frames. En de chipboard frames, dat zijn dus de net iets dikkere frames. Ik zal er even eentje uithalen. Kijk. Die kan je gewoon loshalen en dit zijn al stickers. Dus deze kleven al en je ziet wel chipboard ietsjes dikker. Maar niet zo dik, dus ook voor kaarten en alles kan je deze heel goed gebruiken. Dit zijn allemaal leuke frames om foto's achter te plakken. We hebben een setje met chipboard words. Allemaal woorden, ja. Ook voor vakantie, maar ook allerlei andere, ja, destination, escape, explore, wander. Te leuk. We hebben een setje met de Wherever Chipboard Bits. De chipboard, zoals ik al zei, dat zijn dus net die iets dikkere elementjes. Nou, ook weer allemaal leuke elementjes. Vliegtuigjes, autootjes, luchtballon. 67 stuks. Nou, te leuk. Deze liet ik net ook al zien. Dat zijn dus die wishing bubbles. Dat zijn van die enamel stickertjes. Kun je ook weer overal bijplakken. Deze wil ik wel weer even helemaal laten zien. Dat zijn de laser elementjes. Daar hebben we dus van een mini set en een groot set. De mini set heeft dus ook weer, ja, postzegeltjes erbij, koffertjes, labeltjes, vlindertjes. Ook voor journal heel erg geschikt. En voor mannencreaties en ja, waarvoor niet, hè? Overal weer voor. We hebben nog meer. We hebben twee setjes met rubbons. Welke zullen we laten zien? Deze laat ik even zien. Waar
gaat hij open. De ribbons zitten per 3 stuks verpakt. En zo'n setje, zo'n velletje is dus 15 bij 30 centimeter. Nou, ze zijn echt heel stoer. Kijk eens. Dit is toch een gaaf set. Deze ook, die bloemen weer prachtig. Oh, echt heel erg mooi. En deze. Ja, 49 & Market, echt dat merk is gewoon geweldig. Die heeft zulke leuke dingen. En ik begin het ook steeds leuker te vinden. Ik moet er alleen eigenlijk meer tijd aan besteden. Maar ja. Het blijft een issue. Jullie bestellen gewoon altijd te veel. En dan ben ik daar veel te druk mee. Even kijken. Dat is het. Oh, er zijn 3 setjes met ribbons, geloof ik. Als ik het zo zie. Ja. Ook deze. Kijk eens, met vliegtuigjes. Oh, die moeten we gewoon bekijken. Vliegtuigjes erbij. Hele toffe vlinders er weer bij. En dit zijn ook, is toch gewoon gaaf. Nou, we moeten maar eens een keer weer een serie ribbonkaarten gaan maken. Dat is leuk. Weet je, ribbons, dat, ik doe dat ook gewoon lekker vanuit de stoel. En dan gewoon even een plateautje eronder leggen. En dan kun je lekker gaan zitten wrijven. En dan heb je ook niet zo heel veel troep om je heen. We hebben ook de laserelementen in het groot. Dus die hebben we. Ja, dat kan ook op hout inderdaad. Klopt. Nou, ik wil van deze op de fabric nog even laten zien. De fabric washi tape. Ook weer te gaaf. Kijk. Dit is ook echt een onwijs mooie. En daar zit deze nog weer bij. Kijk eens. Kijk, als je nou bijvoorbeeld zo'n album hebt, je zou ook kunnen zeggen van ik ga hem lekker hier zo over de binding heen plakken. Heb je ook gelijk een mooie stevige afsluiting van je binding. Het is gewoon te leuk. De glans is niet je favoriet. Nou, dit heeft eigenlijk niet echt een glans. Dit is gewoon, dit is redelijk mat hoor. Dus dit zijn de washi tapes. We hebben washi postzegels. Oh, van de ribbons de glans. Ja, ik vind het op zich wel meevallen, moet ik zeggen. Even deze voorzichtig openmaken. Kijk eens. Postzegeltjes. Hoe leuk. Dus dit zijn de washi tape postzegeltjes uit de Wear Ever collectie. En we hebben nog een setje met washi tapejes. Ja, sorry. Die moet ik even allemaal openmaken. Dat was een item wat heel erg gevoelig is om mee te nemen vanuit de winkel. Dus we plakken nu altijd alles vast. Dit is een washi tape. Even kijken of ik die voorzichtig open kan krijgen. Nou, dit zijn dus allemaal stickertjes. Ik zal het even laten zien. Kijk, het zijn allemaal losse stickertjes. Dus je kan deze gewoon weer overal opplakken. Hier zit bijvoorbeeld een blaadje. Er zitten labeltjes. Er zitten vlindertjes. Er zitten klokjes.
de elementjes staan wel een beetje hierop. Het zijn dus gewoon stickertjes die je overal weer op kan plakken. Ben ik er dan? Nee, ik heb nog één laatste ding. En ik zeg het ook heel goed, één. Want ik ga deze wel even openmaken. Maar dit is alweer de laatste van deze. De rest zijn allemaal al verkocht. We hebben ook van deze Wear Ever collectie dus zo'n mooi etui. En dat etui is dus gevuld met de acetate sets. Met de ephemera's. En met de laser elementjes. En dan ga ik eens even kijken of hier ook van die... Ja, hier zitten ook van die hele mooie bruine enamel dots in. Dus die etuis, daar hebben we er niet zo heel veel meer van. En van deze weet ik sowieso dat er dan nog maar één is. Of die moet inmiddels al besteld zijn tijdens de live. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Maar dat is dus allemaal op is op. Komt hopelijk nog weer, maar ik durf niks 100% te zeggen. Uiteindelijk ben ik nu dus ook klaar met mijn live. Mijn mandje is leeg. Ik hoop dat jullie een keuze kunnen maken. Die etuis die zijn €38,99 en dat is dus inclusief die inhoud. Modpotje ook voor de glazen balletjes van Jeanette. Oh, ik zie dat Jeanette zelf ook al reageert. Ik weet even niet helemaal exact waar het over gaat. Maar ja, dat zal ik na die tijd nog even teruglezen. Nou, volgens mij heb ik heel veel laten zien. Ik hoop dat jullie een keuze kunnen maken. Ik weet het zelf eigenlijk niet meer, want het was zoveel dat ik niet weet waar ik het eerste mee wil beginnen. Ik denk maar eerst straks even lekker gaan eten en lekker acclimatiseren. Jullie in ieder geval weer heel hartelijk bedankt voor het meekijken. En zaterdagochtend ben ik dus weer live. En waarmee? Nou ja, jullie gaan het zien. Voor nu bedankt weer en tot de volgende keer maar weer. Doei doeg!